Dames en heren, goedenavond. Welkom bij To The Point. Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen die zich in de week van 5 en 12 mei 2014 op de kapitaalmarkten en wereldeconomieën hebben voltrokken? De Amerikaanse farmaceutische reus Pfizer heeft op 2 mei 2014 toegegeven de overnameaanbod op de Britse brancheggenoot AstraZeneca verhoogd te hebben met 32% tot £50 per aandeel in aandelen en contanten. Het verhoogde aanbod van Pfizer wordt door AstraZeneca beschouwd als een van de onderwaardering en geen basis om verder te gaan met haar brancheggenoot. AstraZeneca vroeg haar aandeelhouders niet te reageren op de aanbiedingen van Pfizer. Een tweede aandachtspunt in de week van 5 mei 2014 was het feit dat PGM Group op vrijdag 9 mei 2014 haar 25-jarig bestaan heeft herdacht. 25 jaar die volgens de directie van PGM Group beschouwd worden als hardwerkende jaren door kritisch cijfers van beursgenoteerde bedragen te lezen en deze te interpreteren. De PGM Academy vormt samen met haar zusterbedrijven PGM Capital en PGM Management de PGM Group. De stijgende voedselprijzen schijnt wereldwijd een punt van zorg te worden voor vele overheden. Wat zijn de belangrijkste oorzaken van stijgende voedselprijzen? Sinds kort voorspellen meteorologen dat er een kans van 50% bestaat dat er in de tweede helft van dit jaar, 2014 dus, een krachtige El Niño kan ontwikkelen, waardoor droogtegolven en stormen wereldwijd kunnen toenemen. Wat kunnen de gevolgen zijn van de verwachte klimaatontwikkelingen? Er bestaan vele vraagpunten over de gevolgen van de Amerikaanse wetgeving FATCA, die per 1 juli aanstaande in werking zal treden. De wet verplicht buitenlandse financiële instellingen om informatie over hun Amerikaanse klanten te delen met de Amerikaanse Belastingdienst. Wat staat ons te wachten in 2014? Deel 2 is ons thema van vanavond, waarover wij van gedachten zullen wisselen met een prominente kenner van kapitaalmarkten en wereldeconomieën. Wij hebben te gast ingenieur Erik Pannevlek. Heer Pannevlek is chairman van PGM Capital. Ik heet hij en is ook part-time docent op de Universiteit van de Nederlandse Antillen, afgekort UNA. Ik heet hartelijk welkom, meneer Pannevlek. Meneer Van Eyck, kijkers, goedenavond. Ja. Dank u. Geachte kijkers, ja, velen kennen de heer Pannevlek al, maar iedere keer als hij in Suriname geweest is, hebben wij nieuwe kijkers die graag meer detailzaken over heer Pannevlek willen weten. En dat zal vanavond ook het geval zijn. Toch willen wij dan even korte cv van de heer Pannevlek aan u voorhouden. De heer Pannevlek is oprichter en voorzitter van PGM Group. Dat zijn groepbedrijven dus. De PGM Group herdacht op 9 mei jongstleden haar 25-jarig bestaan. Gefeliciteerd, meneer Pannevlek. Dank je. En wij komen straks hierop terug. Meneer Pannevlek heeft in 1977 zijn studie informatietechnologie afgerond aan de Haagse School in Nederland. Zijn Master Business Administration, MBA, heeft hij in 1995 afgerond aan de Twente School of Governance and Management te Enschede, ook in Nederland. De heer Pannevlek, zoals eerder gesteld, is part-time docent aan de UNA. Het is de Universiteit van de Nederlandse Antillen.
Vanaf 2004 tot heden is de heer Pannevlek fulltime investeerder en vermogensbeheerder. Van 2005 tot heden is hij gastdocent op verschillende universiteiten in Europa, Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Ja, heer Pannevlek is een talenknobbel. Hij leest, schrijft en spreekt 5 talen. Namelijk Engels, Nederlands, Duits, Spaans en uiteraard zijn moedertaal, Papiaments. Nogmaals, meneer Pannevlek, hartelijk welkom. Meneer Van Eyck, kijkers, dank u om weer hier te mogen zijn bij jullie. Uw aandacht voor PGM Academie blijkt ook in Suriname toe te nemen. De aandacht voor uw groep. Hoe is het 25-jarig jubileum geweest op 9 mei, jongsleden? Rustig, omdat ik op dat moment was ik bezig te reizen. Dus ik heb het eigenlijk niet kunnen vieren. Ik was dus bezig met de reizen. Dus, maar wel hebben we de dag van tevoren hebben we een beetje in gesloten kring eventjes de terugblik geworpen op die 25 jaar, hoe het allemaal is begonnen en hoogtepunten. En u heeft hoogtepunten en moeilijke momenten. Maar vooruitzicht. Welke zijn die geweest? Oké, laten we beginnen met die moeilijke momenten. En, niet zoveel. Een van de grootste damper die we hebben gehad is op september 11. En dat is de zusterbedrijf PGM Academy. Kreeg in, is een eende opdracht van Nederland om de eerste digitale school te ontwerpen op Curaçao. Dus we hebben de digitale school ontworpen. Er zouden dus in 3 weken zou daar dan een volledige met satellietoplink gedaan worden. En de inauguratie zou op 11 september 2001 geschieden bij een school in de wijk Soto. Terwijl ik in de auto was naar Soto, om daar gigantische festijn, allerlei Nederlandse ministers en van onderwijs en Caribische delen waren er, werd ik opgebeld in de auto dat net 2 jets in de Twin Towers zijn ingeslagen. Die website van ons, om die e-learning te doen, werd gemaakt door een Amerikaan. Hij was er dan ook. Hij kwam uit Pennsylvania. En die vierde jet die crashte, die in de bossen van Pennsylvania crashte neer dicht bij het huis waar zijn vrouw en kind op dat moment waren. Dus de hele festijn wat iets moet worden, wat eigenlijk gevierd moest worden, grote krantenknoppen moest halen in het hele koninkrijk, is eigenlijk niet zoveel van terecht gekomen. Het kreeg een hele lage toon, want iedereen was dan bezig zich af te vragen, wat gaat er nu met de wereld gebeuren? Dus de hele toon veranderde eigenlijk bij die gebeurtenis. Daarnaast hebben wij in die periode van de laatste 25 jaar hebben wij 4 beurscrash meegemaakt. Alle 4 overleefd. De eerste beurscrash die we hebben meegemaakt was die van 1997, de crash van Azië. Dan hebben wij de rise en de val van de ICT-bubbel meegemaakt. We hebben de crash van de huizenmarkt meegemaakt en de crash van 2008. En dat hebben we allemaal overleefd. Hoogtepunten zijn uiteraard op het moment dat wij onze licentie hebben gehaald. Dat wij dus officieel internationaal erkend vermogensbeheer mogen noemen. En toegang kregen tot alle platforms op aarde. Wij zijn denk ik de enige in de hele regio die dus op alle beurzen op aarde kunnen handelen. Wij kunnen overal op aarde, in alle beurzen, in alle currencies, alle valutas kunnen we handelen. Complimenten aan uw adres. Dat is, dank je. Dat is de hoogtepunt. En dat is eigenlijk de sterkte van de groep, omdat wat wij kunnen aanbieden, niemand kan je dat zeggen. Op het moment dat ik zeg, luister, wij kunnen alle beurzen kopen. Wil je iets kopen vanavond in Australië? Wij kunnen het doen. Wil je het kopen in Nieuw-Zeeland, in Nieuw-Zeelandse dollar? Wij kunnen het doen. Niemand kan dat in de regio. Zo, geweldig. Ja, meneer Pannevlek, vandaar dat wij ook zeer op prijs stellen als u in Suriname bent, dat we u steeds uitnodigen. Dank u. En nogmaals onze dank. Gaat u zo door met het mooie werk.
Meneer Pannevlek, de wereld bevindt zich volgens economen, financieel en politiek analisten momenteel in een kritieke overgangsfase. Dat lazen wij. U bent ook de deskundige. Is dat zo? En wat is uw visie omtrent de huidige financieel-economische situatie in de wereld? Ik heb dat al een keer eerder verteld. De crisis is niet geëindigd in 2008. Mensen zien de media wil je graag laten geloven dat de crisis geëindigd is. Of de hoogtepunt of dieptepunt van die crisis, de crash van 2008 is. Dat is het begin. Want de echte crisis zullen we binnen 6 tot 18 maanden krijgen. Waarom? Men heeft, politici zijn goed in voor pappen en nathouden en na mij de zondvloed. Dus wat hebben ze gedaan in 2008 overal op aarde? Ze hebben via massale geldpers, hebben ze geprobeerd zoveel geld in de economie te pompen om de rente laag te houden en met overliquiditeit. Maar als jij, en tegelijkertijd proberen de mensen voor de gek te houden dat er geen inflatie is. Want als je geld, als het aantal gelden in de omloop toenemen en het aantal goederen blijft gelijk, dan heb je inflatie. Heb je zonder meer. Maar oké, okay, de kracht van de media en kracht van de overheden waren zo groot dat het volk het geloofd heeft ook. Het is niet waar, want als het volk in zijn eigen portemonnee kijkt, dan ziet dat hij steeds minder kan doen. Maar toch moet je geloven dat er inflatie is van 2%. Dus dat gaat zich wreken, want op een gegeven ogenblik, want het werkt namelijk zo toe, hoe meer ze gaan bazuinen dat het goed gaat, hoe meer men geneigd is om het geld dat geperst is te gaan uitgeven. En dan krijg je de poppen aan het dansen. Dus somewhere tussen nu en 18 maanden verwacht ik de moeder van al crashes. Dat is een obligatiemarket crash. Obligatiemarket crash is in het historie van de mensheid 2 keer eerder gebeurd. De obligatiemarkt, als hij crasht, is die crash permanent. Alle markten die crashen, als je dat blijft behouden en je hebt iets goeds, komt je terug. Iemand die een goede portefeuille had in 2008 en die persoon heeft zijn posities behouden, is nu veel rijker. Iemand die dus die in 1997, ik ben een van mijn hele portefeuille in Azië, werd meteen 50% minder. Ik lach nu alleen. Maar als je een obligatiehouder bent en de obligatiemarkt crasht, is dat verlies permanent. Dus dat betekent, je overkomt nooit een obligatiemarkt crash. Het probleem met die komende crash van de obligatiemarkt is dit. Dat allerlei pensioenfondsen en sociale zekerheden hebben de premie van de burger belegd hoofdzakelijk in obligatie. Want ze dachten dat het safe is. Dat hebben ze op school geleerd. Als je je license hebt gehaald in financebeheer, als je dat niet zo is, obligatie is het meest riskante wat er is. Want als het crasht, is alles weg. Dat betekent als de gelden van de pensioenfondsen en sociale zekerheden belegd zijn in obligatie en de obligatiemarkt dondert in elkaar, dan is alles wat die burger, en je bent nu op een punt van vergrijzing, dus de man gaat nu met pensioen, is zijn hele spaarpot is leeg. En hij komt nooit meer terug. En daarom is het ook een crash van de obligatiemarkt. Noemen ze de moeder van all crashes. Het is 2 keer eerder gebeurd. En de eerste keer dat het gebeurd was in 1929. Dat was uiteindelijk de oorzaak dat Hitler aan de macht kwam en de Tweede Wereldoorlog. De tweede keer dat het gebeurd was, is in 1980. De reden dat toen er geen dramatische oorlog is ontstaan en wegvegen van de maatschappij is omdat in 1980 je een jonge bevolking had en de grootmachten waren niet diep in de schulden. Maar als je nu met die gigantische schuld van al die landen en met een vergrijzende bevolking die eigenlijk moet gaan leven van hun spaarpotje die de pensioenfondsen en sociale zekerheidsstelsels in obligaties hebben belegd, als dat nu opeens verdampt,
dan ziet het er niet goed uit voor de mensheid. Laten we daar even de hoop in houden en hopen dat het niet gebeurt. Meneer Pannevlek, wetenschappers verwachten de komende 5 tot 10 jaar enorme verschuivingen op het gebied van welvaart in de wereld. Wat kunnen de gevolgen van de verwachte economische ontwikkelingen zijn voor de mensheid? En dan denken we over voedselcrisisproblemen. Ja, dat is wat ik net heb verteld. Kijk, die na regen komt zonneschijn. Ja. En elke verschuiving heeft te maken met een revolutie of een implodatie. Die Amerika kon als wereldgrootmacht herreizen na de val van de obligatiemarkt in 1929 en de Tweede Wereldoorlog, waarbij Amerika goud had. Wat zie je altijd? Dat goud verplaatst van waar welvaart wordt vernietigd naar waar welvaart wordt gecreëerd. Oké? Okay? Dus wat zie je dus nu? Die landen die diep in de schulden zijn, en dat hebben ze, laten we straks de kijkers zien, hier een plaatje. Wat hebben ze gedaan vorig jaar? Vorig jaar bij de crisis van Cyprus, om hun valuta te ondersteunen, hebben ze massaal hun goudreserves verkocht. En wie heeft die goudreserves opgekocht? De landen in het oosten, hoofdzakelijk China, Rusland, Zuid-Korea, maar ook dicht bij huis, landen die welvaart creëren, een land als Colombia. Want ik herhaal weer, ik heb jullie verteld eerder in het programma, een land als Colombia heeft nu BBB rating met positive outlook, terwijl jullie achterbuur Brazilië net is gedowngrade naar BBB- met negative outlook. Dus een land als Colombia, waar welvaart wordt gecreëerd, gaat het goud naartoe. En waar welvaart wordt vernietigd, verkoopt men het goud om de eigen valuta te ondersteunen. Oké, maar u heeft in een van uw geschreven krantenartikelen zich afgevraagd of de aanpassing van goud en zilver voorbij is. En de vraag aan u nu, zijn de verwachtingen terecht dat de goudprijs in 2014 en daarna zal stijgen? Kijk, op de, is uw visie daarop? Op een kapitaalmarkt, kan kapitaalmarkten naast fundamentele grondslagen, is het hebzucht en angst. En als er hebzucht en angst is, kan alles op de korte termijn alle kanten op. Maar puur fundamenteel gezien kan de goudprijs niet verder dalen. Waarom niet? Om hem te laten dalen, moet er goud worden verkocht. Vorig jaar, bij de Cyprus-crisis, hebben centrale banken in het Westen en banken met hun reserves op de COMEX, hebben 800 ton goud verkocht. De kluizen van COMEX zijn leeg. We kunnen die grafiek laten zien. We willen een aantal grafieken in beeld. Die kluizen van de COMEX, dat is die grafiek waarbij je dan ziet hoe wat nu gaande is, al eerder is gebeurd. In 1976 is die goudprijs ook gedaald. Door allerlei redenen van toen had je dus die London Gold Pool. Toen probeerden Engeland en Amerika met verkoop van hun goud de goudprijs te laten drukken. Het lukt niet, het kan niet. Dus die gold pool barstte uit elkaar omdat Engeland uit haar reserve kwam. Amerika ook. Hè. Amerika had 18.000 ton goud aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Om die goudprijs zo laag te kunnen krijgen, hebben ze 10.000 ton verkocht. En op 8000 zijn ze gegaan. En toen zeggen ze nee, de bodem. Dus toen hebben ze dat losgelaten. Die London Gold Pool viel uit elkaar. En kijk wat er gebeurd is. Ja? Maar als we dan verder gaan naar de volgende grafiek. Dan kun je zien bij die goudprijs. Je ziet een dubbele bodem. Je ziet een dubbele bodem bij 1180. En wat zie je de laatste 3 maanden? Een nieuwe bodem. Zo rond 1288. Dat betekent psychologisch gezien, is zodra hij bij die prijs komt, voordat ik uit mijn hotel vertrok, was de goudprijs omhoog. Want psychologisch gezien beschouwt men dat hij niet lager kan gaan dan nu, dan 1288. Bij de volgende grafiek zie je dat bij zilver. Bij zilver zie je een quadrupel of quintuple bodem bij 1920. Telkens als hij daar komt, schiet hij weer omhoog. En dan bij de
En daarom zeg ik ook, zilver is de belegging van de eeuw. Want als je bij de volgende... Ja, ja, zilver. Zilver, daar, wij hebben in PGM meer zilver dan goud in onze portfolio's en van onze klanten. Als bij de volgende plaatje laat ik je zien waarom. Ja. Want je hebt wat ze noemen de beroemde goud tot zilver ratio. Wat zie je bij implodatie van de... van de bondmarkt, ja. Want die gaat gebeuren. Het is niet iets dat ik zwartkijker ben. Ik weet nog goed, in 2007 heb ik hier in Paramaribo, bij Rotary verteld dat de huizenmarkt gaat crashen. Men heeft me uitgelachen. Ja? Okay, dus ja. Wat zie je daar, die rode ronde cirkels, ja. Is dus alle crashes van de obligatiemarkt in het verleden, dan is dan de goud tot zilver ratio is gedaald naar 15. Dat betekent 15 ons goud, zilver is 1 ons goud. Dat betekent, stel de goudprijs gaat naar, laten we zeggen, 15.000, dan zal zilver kosten $1000 per troy ons. En wat je dan ziet, dat die tendens is dalend. Je hebt een dalende goud tot zilver ratio. Dat betekent hij gaat omlaag. Uiteraard niet in een rechte lijn, want in de natuur is niks rechtlijnig, maar dat is de tendens. Dus daarom is zilver een veel betere belegging dan goud. En dan hebben we wat ik dan noem zilver en goud op steroids. Dat is palladium. Palladium is zilver en goud. Wij hebben in onze beleggingen veel palladium. Dus bij de volgende chart kunnen we dat zien. Palladium is het enige... Oh, sorry. Laten we dan dit doen. Want hier zie je wat gebeurd is vorig jaar. Je ziet, de kijker kan zien dat rondom april vorig jaar er een massale verkoop is ontstaan. De groene grafiek daaronder is de verkoop van goud door centrale banken en banken in de wereld. Dan zie je daarboven de relatie, de gele grafiek, ja? De relatie van de goudprijs tot de daling van de voorraden van goud. Je ziet dat die voorraden nu op een historisch dieptepunt zijn. En nu wordt het interessant. Zal de volgende plaatje gaan. Wat zie je? De laatste plaatje laat het aantal claims zien op 1 ons goud in COMEX. Die was in... Dus hij was altijd laag. 20 claims op 1 ons. Hij was in januari dit jaar 110 claims op 1 ons. En hij is nu, ja, 80 claims op 1 ons. Dat betekent dat als iedereen die zijn goud gedeponeerd heeft bij COMEX zijn goud weer komen halen, ja, somebody will be left out. En dit zijn de, dat betekent er is geen goud meer om te dumpen, om die prijs naar beneden te drukken. Want om die prijs naar beneden te drukken, moet ik van ergens moet het goud komen om hem te dumpen. En wat zie je dus ook, er is al angst ontstaan bij al die mensen die in het spel hebben meegedaan. Wat was die? Een abrupte daling van het aantal mensen die hun goud daar hebben gestaan en gebruikt hebben om de goudprijs te manipuleren, want je ziet een abrupte daling ervan, maar nog steeds hoog. 80 claims op 1 ons goud. Als 80 mensen een claim hebben op dit glas water, somebody will be left out. Oké? En als het niet van palladium, kun je laten zien. Dit is een palladium. Ja. Palladium is goud en zilver op steroid. Het is een 5-jaar chart van palladium. Dus men gaat niet zo meer op goud en zilver. Nee, palladium. Palladium. Wij adviseren onze klanten om zilver en palladium aan te houden. Palladium heeft een voordeel erbij. Palladium is nodig in katalytisch kraken. Alle moderne auto's hebben een katalysator om giftige stoffen te veranderen naar milieuvriendelijk. Die katalysator is gemaakt van palladium. Daarom zijn die nieuwe auto's zo duur. En punt 2, in China, door de stijging van de prijs van goud, ja, wordt veel palladium juwelen verkocht. En in de tandheelkunde wordt een hele hoop vervang palladium steeds meer platinum in bruggen en dat soort dingen. Maar er zijn toch wel geluiden dat de goudprijs vroeger toch weer gaat stijgen. Wat zijn, meneer Pannevlek, de oorzaken die de
kunnen leiden tot stijgen van de goldprijs. Dat is toch wat ik net zei. Je hebt dus de technische kant, de psychologische kant is al die bodems. Je ziet die goudprijs, men probeert hem naar beneden te drukken. Maar onder 11, nu onder 1288 is hij niet gegaan. B, je hebt, dat is een technisch. Fundamenteel heb je twee punten. De kluizen, de voorraden van goud bij centrale banken en banken bij de COMEX loopt leeg. En dan heel belangrijke is dit. De winstgevendheid van goudmijnbouwbedrijven. Op dit moment zijn er alleen maar 3 goudmijnbouwbedrijven die beursgenoteerd zijn, die winst maken. Want bij de gemiddelde break-even kosten om goud te delven is 14,90. Die van zilver is $24. Ja, dat betekent bij een goudprijs van nu, toen ik uit het hotel ging, was die 1300. Bij $1300 per troy ons zijn er alleen maar 3 mijnbouwbedrijven die een gemiddelde break-even kost hebben onder die 1300. En hoe komt dat? Omdat deze 3 bedrijven niet alleen goud delven. Goud is een bijproduct van wat ze allemaal uit die grond halen. Ze gaven één gat en dat gat halen ze nikkel, koper enzovoorts. Waardoor, en de prijs van nikkel is gestegen, waardoor dan die opbrengsten uit die andere metalen ervoor zorgen dat de break-even point van dat bedrijf lager zit. Rondom de 1000. Allemaal schommelen ze rondom de $1100 per troy ons. Is die. En bij zilver zijn alleen maar 2 bedrijven, alle 2 zijn Canadees, zijn alleen maar 2 bedrijven die dus nu een gemiddelde break-even point hebben lager dan $24 per ons. Ja. Dus moeten we de ontwikkelingen afwachten. En nu wil ik het met u hebben, meneer Pannevlek, over de economische groei in de wereld. En we hebben de hand kunnen leggen op een krantenkop, waarbij, we brengen het even in beeld, de groei van de Duitse economie is wind aan kracht, hebben wij gelezen. Hoe staat het met de economische groei van andere G20-landen? Ja, dat is, we hebben hier in dit uitzending al eerder verteld toen men had over de eurocrisis. Ik heb toen met mijn grote mond gezegd, er bestaat geen eurocrisis. De crisis is in Amerika en in Japan, heb ik eerder verteld. Ik dacht in vorig jaar, augustus of zoiets was het. Terwijl Duitsland met 0,9% groeide Amerika amper met 0,1. En het leuke van dat alles vind ik dus Japan. Er was grote, men zegt Japan heeft een economische groei gehad van 5,9%. Maar in die 18 maanden dat Shinzo Abe premier is van Japan, is de Japanse yen ten opzichte van de dollar met 21% gedaald en ten opzichte van de euro met 27%. Dus de krantenberichten die zitten dus naast. Dat is halve waarheid. Want als jij in een land werkt en je krijgt 6% loonsverhoging, maar je valuta is met 27% achteruit gegaan, is jouw koopkracht, dus de Japanners, zijn armer geworden. Want hun valuta is er onderuit gehaald. En wij hebben die grafieken ook voor de kijkers. Dan kunnen ze zelf zien hoe de Japanse yen ten opzichte van de dollar en de euro zwaar onderuit zijn gehaald. Nu hebben we, u heeft het net toegelicht, hoe de ontwikkelingen zich voordoen. De negatieve koersontwikkelingen, meneer Pannevlek, die leiden, dat hebben wij van u ook geleerd, leiden het meestal tot inflatie. De vraag is, welke vormen van inflatie kent men? Je kan de inflatie op 2 manieren meten. Ja. Dat noemen ze dan inflatie aan de grens. Dat is dan wat we noemen dat de producer price index, inflatie aan de grens. En dus douanewaarde inflatie. En we hebben inflatie bij de consument. Maar nu wordt het leuk. Sinds men in 1971 Bretton Woods heeft opgeheven en geen enkele valuta meer gekoppeld is aan goud, hebben ze een heel leuk begrip ingevoerd die heel weinig kijkers misschien van op de hoogte zijn, maar ze kunnen dat uitzoeken. Naar hun internet kunnen ze gaan. Zelfs een Nederlands begrip ervoor heet kerninflatie.
Dus op het moment dat jij in welk land dan ook hoort dat men over inflatiecijfers praat, praat men niet over de echte inflatie. Men praat over de kerninflatie. En wat is die kerninflatie? Die is die echte inflatie, uitgezonderd prijsstijging van energie en eten. En dat zijn juist de dingen die dus de laatste jaren schandalig omhoog zijn gegaan. Dus als je alles eruit haalt wat omhoog gaat, logisch dat dat cijfer laag is. Het probleem wordt, daarom zeg ik ook, want op het moment dat de burger het doorheeft dat hij voor de gek wordt gehouden, dan eerste wat hij doet, daarom gaat die obligatiemarkt 100% gaat die crashen. Want als je een obligatie koopt, heb je een lening aan iemand uitgegeven voor 10 jaar. Jij gaat toch geen lening aan iemand uitgeven voor 10 jaar tegen 6% of 7%, terwijl de echte inflatie 20 is. Want dat is hij eigenlijk, hij is 20. Als ik alles erin stop, die dus in prijs zijn gestegen, heb je een echte inflatie van 20 per jaar. En dan geef je je geld aan iemand tegen 7%. Dat betekent, daarom is het allemaal die manipulatie om de mensen te laten geloven. Dus daarom ook hoort je nergens op aarde een officiële politicus, centrale bankier of zo, het woord kerninflatie noemen. In het Engels heet het core inflation. Want op het moment dat de burger bewust is dat er core inflation of kerninflatie wordt gerapporteerd, haalt hij zijn spaarcenten weg. Want je gaat niet sparen tegen 7%, terwijl je wordt uitgehold met 20 per jaar. Hoe kan de situatie nu in ontwikkelde landen eigenlijk gestabiliseerd worden? En wat kunnen bewindvoerders doen om de koersstabiliteit te kunnen behouden en inflatie te onderdrukken? Wat dienen zij te doen? Het is moeilijk, omdat we leven dus nu wat we noemen een fiat currency. Het is valuta ten opzichte van elkaar. Ja? Dus je hebt een soort valutaoorlog, want de valutas, men vecht met elkaar voor de concurrentiepositie. Want daar moeten we, Japan is het hele mooie voorbeeld daarvan. Want toen meneer Abe de verkiezingen inging in 2012, hij zei, hij gaat inflatie creëren. Want alleen door de Japanse yen er zwaar onderuit te halen, kan de Japanse auto concurreren met de Duitser. Ja. Maar wat about als de Duitser het ook gaat doen? Dan is dat die valutaoorlog, hebben we ook over gehad. Dus dat betekent die 21% daling van de Japanse yen ten opzichte van andere currencies zal zich wreken. Want ook de import, want die douanewaarde, die stijgt in yen. Want als die douanewaarde stijgt in yen. Ja. Dus en daardoor is dan dus die uitholling van je currency is dan een erg. En dan zie je dus hier bijvoorbeeld voor de Europese Unie. Ja. Dan zie je bijvoorbeeld wie boven de lijn is en wie onder de lijn. En dan zie je de hele negatieve punt helemaal onder is Cyprus. En Cyprus is de oorzaak ervan dat men met die goudprijs ging manipuleren. Waarom? Omdat, kijk, als men wou een belasting van 30% zetten op de spaargelden. En dat betekent, je moet de bevolking die geen investeerder is, de schrik aanjagen. Want als jij weet dat je spaargeld niet veilig is, ga je sparen in goud, zilver en edele metalen. Dus ik moet je de schrik van je leven aanwenden door die volatiliteit massaal, dat je dan ziet dat goud en zilver niet meer veilig is. En dat is maar, je kunt het niet eeuwig blijven doen, omdat die voorraad in COMEX is leeg. Dus je hebt geen goud meer om te verkopen. Een heel mooi voorbeeld. Duitsland wou 300 ton krijgen die ze hebben bewaard bij de Fed van New York. Ze hebben 7 jaar nodig om Duitsland zijn 3 ton terug te geven. Mijn conclusie is, jouw goud is er niet. Zo. Een ander punt, meneer Pannevlek, is, we hebben het in ons voorwoord even over gehad, voedselcrisis. Komende voedselcrisis, de stijgende voedselprijzen schijnen wereldwijd een punt van zorg te zijn voor vele overheden. Sinds kort hebben meteorologen voorspeld
dat de komende periode er een El Niño zal plaatsvinden. Wat houdt dat precies in? Wat kunnen de gevolgen daarvan zijn? El Niño is een weersverschijnsel van de omkering van de stroom in de grote oceaan. Ja. Oké. Waarom noemt hij El Niño? Want hij bereikt altijd zijn hoogtepunt. Als je naar de kijkers gaat kijken, hij bereikt zijn hoogtepunt altijd in december. En wat zie je dan in Peru? Is er dan heel veel regen. Dan hebben de Indianen, Indianen hebben dan dus dat het kindje, El Niño, het kindje. Omdat dus daar in december er heel veel regen is. Ja. Maar wat zie je? De andere kant van de medaille is, waar het de H is voor hot en droogte. Die landen daar waar het heel droog wordt, dat zijn de voedselkamer van de wereld. Vietnam, grootste rijstproducent op aarde. Australië, Nieuw-Zeeland, grootste graanproducent op aarde. Dus dat betekent, als er nu met al deze stijging van de voedselprijzen er nog een El Niño opkomt, dan hou ik mijn hart vast. Want we hebben voor de kijkers grafieken van de prijzen van de laatste 6 maanden. Douane, waar dus ex-Comex, dan is dat, dan ga je dat bloeden. Omdat, kijk, als de graan waarde omlaag gaat, dat vee moet graan eten. Als je dat bijvoorbeeld ziet, dit is graan, hè? Ja. Commodity Price Index, die is met 7, zoveel procent gestegen in 6 maanden. Ja, dan kunnen we kijken naar als dat stijgt, en er is dan minder, moet je vee stapel, daarom is het van vee hoger. Want als we naar de volgende plaat gaan kijken, die van het vee eet het afval van graan en tarwe. Als ik minder produceert, moet ik veestapel slachten. Ja. Dat zie je dan, dat is dan beef naar pork. Dus vlees wordt duurder dan. En dan iets wat je dus niet kan zien, iets heel leuks, iets als koffie. Want koffie is heel, kijk, de koffieprijs is in 6 maanden met 67% gestegen. En een El Niño zal het nog erger maken, omdat die El Niño zal in het Midden-Oosten en bij Brazilië koffielanden, het Midden-Oosten, dus de kop van Afrika, dat zijn de koffielanden, zal die El Niño ook droogte met zich meebrengen. Als primeurtje. Een moeilijke periode. Ja. Als primeurtje en toetje aan onze vrienden van luisteraars en kijkers en mijn vrienden van Appenti, heb ik een DVD overgedragen aan u. Met een documentaire van de Britse zender over de huidige voedselcrisis. Waarbij de kijkers zelf kunnen zien wat er gaande is en waar wij naartoe gaan. De era van goedkoop voedsel is voorbij. Juist. En hij is uit de kerninflatie. Dus dat betekent, je kunt die indexering van de voedselprijzen zal je niet krijgen op je salaris, want je salaris wordt geïndexeerd. Als je een vrije beroeper bent, wordt je tarief geïndexeerd volgens de kerninflatiecijfer. U heeft daar de verschillende factoren genoemd, maar de olieprijs die zal ook een belangrijke rol spelen. Wat kan er gebeuren als de olieprijs zo stijgt? Ja, die olie, dat is heel leuk, want 17%, 1,7%. Van alle geconsumeerde olie wordt gebruikt in de voedselketen. Uitgezonderd het koken ervan. Het is voor de productie, de machinerieën, maar ook dingen als kunstmest. Kunstmest is olie, is methaan met stikstof. Dat is dus zijn die stikstofmesten. En al dat transport van geprocesseerd voedsel, het koelen ervan, 17%. Dat betekent, als de olieprijs stijgt, en dat zullen de lezers en kijkers met me eens zijn, de olieprijs kan alleen maar één kant op. Dat is omhoog. Dat betekent, Maar dat is ook uit die kerninflatie. Dus alles wat stijgt, is uit die kerninflatie. Oké, dus dat betekent dat de dingen die gaan stijgen, zijn uit de kerninflatie. Het gevolg ervan is verarming van de bevolking. Als dat zo is, hoe kan de burger zich dan beschermen van de pannenvlek? De enige manier om je te beschermen is hedgen. En hoe hedge je in dit geval? Want kijk,
die stijgende voedselprijzen en alles erop en daaraan veroorzaakt gigantische winsten bij voedselproducerende bedrijven. De grootste voedselproducerend bedrijf van graan heeft vorig jaar een koersstijging meegemaakt van 40%. Heeft het dividend verhoogd met 20%. De grootste producent van kip op aarde heeft de laatste 8 jaar dat hij op de beurs staat, is in de 8 jaar is de grootste kipproducent op aarde geworden, is zijn aandeelprijs met 3000% gestegen. Dus dat betekent de enige manier om ervoor te zorgen dat er continu hetzelfde voedselpakket op tafel is, dat je een deel van je vermogen ophoudt te denken in sparen, want dat haalt je onderuit. Nooit zal de rente die je krijgt van welke bank dan ook de echte inflatie coveren, maar dat je gaat hedgen. Een deel in goud uiteraard, want goud is altijd een inflatie-hedge, maar goud betaalt geen dividend. Maar terwijl een bedrijf die voedsel produceert, Er zijn drie bedrijven, de grootste voedselproducent op aarde. Het is een bedrijf uit Zwitserland, ja, die betaalt een dividend wat je u tegen zegt. Daarna de grootste producent van tarwe en graan, is een Amerikaans bedrijf. En de grootste producent van kip en de tweede grootste van varkensvlees is een Braziliaans bedrijf. Als je deze drie bedrijven in je portofolio hebt, naast andere dingen, dan zal de koersstijging en de dividendstijging meer dan genoeg zijn die om jouw boterhammetje te garanderen met kaas of waarmee je het eet. Okay. We stappen nu naar een ander onderdeel, een farmaceutisch bedrijf, Pfizer. Pfizer en het andere soortgenoot is AstraZeneca. In ons voorwoord, meneer Panneflet, hebben wij aandacht gevraagd omtrent overnameaanbod van de farmaceutische reus Pfizer aan de Britse branchegenoot AstraZeneca. Kunt u ons iets vertellen over Pfizer en AstraZeneca en waarom heeft AstraZeneca het aanbod van Pfizer niet aanvaard? Pfizer is op dit moment de grootste farmaceut gemeten naar marktkapitalisatie, want zo meet je een farmaceutische bedrijven. Pfizer is zo groot geworden. Breng het logo van Pfizer in beeld. Pfizer is zo groot geworden bij de overname van Warner Lambert. Hele hoop mensen weten dit niet. De erectiepil Viagra is niet ontwikkeld door Pfizer. Het is ontwikkeld door een bedrijf Warner Lambert. En ik was toen aandeelhouder Warner Lambert. En in 1998 kocht ik een aandeel Warner Lambert voor $4. Pfizer kocht die aandeel van mij over voor 140, 2 jaar later. Dat was de grootste overname in de geschiedenis van de beurs. Dus Warner Lambert heeft het ontwikkeld. Dus normaal als een bedrijf fuseert of een bedrijf overneemt, koopt hij eigenlijk portefeuille. Dus of hij koopt klanten. In dit geval van Pfizer heeft het een andere lucht. En daarom is de directeur van AstraZeneca smart. Want ik heb dit al eerder hier verteld bij Apenti. De enige doelstelling van de directeur van een beursgenoteerd bedrijf, ja, is aandeelhouders waarde creëren. Hij is er niet voor de werknemers, hij is er niet voor het land waarin hij opereert. Hij heeft alleen maar één doelstelling, ervoor zorgen dat mijn aandeelhouders rijker worden. En de hidden agenda van Pfizer bij die AstraZeneca job is, ja, het verplaatsen van hun hoofdkwartier. Met dingen als FATCA op komst willen grote Amerikaanse bedrijven niet meer zitten in Amerika. En bij die overname van AstraZeneca, ja, zal er dan een nieuw bedrijf worden opgericht. En dat nieuw bedrijf zal naar Britse wetgeving worden opgericht, waardoor Pfizer AstraZeneca of hoe die zal worden genoemd, dan naar Britse wetgeving zal functioneren, waardoor het een lagere belastingdruk zal krijgen. Oh. En de directeur van AstraZeneca snapt dit en hij zegt, luister, je belastingbesparingen zijn zo hoog in de toekomst, dat je flink in de buitel moet gaan drukken
om mijn aandeelhouders uit te kopen. En dat verhaal van Pfizer is niet nieuw. In 2005 bijvoorbeeld heeft Halliburton, de tweede grootste oil service en bedrijf op aarde, heeft zijn headquarter verschoven van Houston naar Dubai. De grootste oil servicing bedrijf op aarde, Schlumberger, heeft zijn headquarter verschoven, ook van Texas, naar Willemstad, Curaçao. Dan heb je dus dan Transocean, de grootste offshore driller, heeft zijn headquarter van Amerika naar Zwitserland. De tweede grootste driller, Ensco Drilling, van Houston naar Londen. Seadrill, van Amerika naar Hamilton, Bermuda. Dat is allemaal voor twee dingen. A, fiscaal en rechtszekerheid. Vooral fiscaal. Vooral fiscaal, maar ook, je vergeet, rechtszekerheid moet je niet vergeten. Want bijvoorbeeld als een, net het feit dat je dus een fiscale klimaat hebt, maar als een land als Bermuda Britisch territorie is, of een land als Curaçao, Hollands territorie, heb je Nederlandse wetgeving. En dat betekent dus, je hebt rust, men kan geen gekke dingen doen, men kan je niet nationaliseren, want dat, je hebt dus dan rechtsbescherming. En dat, uiteraard werd de rode loper, ik kan van Curaçao meepraten, de rode loper werd uiteraard uitgehaald voor meneer Schlumberger. Ja? Dus, en nu, aanbod van Pfizer was 108 miljard. US dollar. Ja, ze hebben hem, aan AstraZeneca. Ze hebben hem, en hebben ze toch niet geaccepteerd. Ze hebben hem gisteravond weer verhoogd. En de AstraZeneca heeft weer nee gezegd. Je moet dieper in de buitel gaan drukken. Omdat jij gaat 20 biljoen aan belasting besparen. Ja, je moet dieper in de buitel drukken. En wat denkt u dat er zal gebeuren? Pfizer. Gaat Pfizer doorgaan? Pfizer zal... Pfizer heeft drie opties. Ja. De Britse wetgeving zegt dat ze tot 26 mei, dus weer wetgeving, alles is wetgeving. Ja. De Britse wetgeving zegt dat ze tot 26 mei de mogelijkheid hebben tot verhoging van het aanbod. Dus dat betekent ze kunnen dan het aanbod of verhogen op AstraZeneca weer. Of daarna een vijandelijk bod doen. Want als ze een vijandelijk bod doen, schakelen ze de directie, dus wetgeving weer, van AstraZeneca uit, dan beslissen de aandeelhouders via een proxy voting. Ja. Dat is een optie 2. Optie 3 is dat Pfizer iemand anders probeert op te kopen, want hij wil zijn headquarter. Uit Amerika, ja. Ja. Okay. Dat hij iemand anders. Wachten wij de ontwikkeling. Ja, dus dat zijn die drie mogelijkheden. Want hij wil eruit, want men wil niet met FACTA te maken hebben. Zo. U noemt FACTA weer, heeft de tweede keer. Er bestaan vele vraagpunten, meneer Pannevlek. En over de gevolgen van de nieuwe fiscale wetgeving die per 1 juli, zoals u gesteld heeft, in werking zal treden. Wat houdt de wet FATCA precies in? Okay. FATCA is aangenomen in maart 2010. Ja. Met een timeline om hem in te voeren. Wij kregen daar lucht van. Wat hebben we gedaan? We hebben dan met onze juristen FATCA goed bestudeerd. En we hebben onze klanten in 2011 allemaal geadviseerd om hun rekening uit Amerika weg te halen. We hebben dus eigenlijk in 2011 hebben wij bijna een jaar niet geopereerd om onze klanten te helpen hun rekening uit Amerika weg te halen. Waarom? Omdat het gaat om die rapportageplicht. Het gaat om dingen die dus die je dus eigenlijk buiten je controle hebt. En punt 2, wat jij niet wil, is een eventuele beslaglegging van de Amerikaanse staat op je aandelen. Maar het gaat er weer om die wetgeving. Het gaat erom, in securities gaat het om de Eisen Code. Hm. Dus wat jij dus niet wil hebben. Dus als men naar onze blog gaat, dan kan men dat zien. Wij hebben we zijn heel transparant. We moeten transparant zijn met onze license. Dan zie je in een pie chart waar we overal beleggen. Dan zie je van alle vermogen die PGM belegt, alleen maar 7% in Amerika. Dat zijn dingen die je niet onderuit komen. Als je in het grootste bedrijf wil zitten die tarwe maakt, je komt niet onderuit. Ja, alleen maar 7% zit van het geld zit in Amerika. Oké, okay, dus van de klanten. Want
ze hebben in het verleden gedaan, ja. In 1934 confiskeerde Roosevelt het goud van de Amerikanen als het de US Eisen Code heeft. Als het de Eisen Code van een securities geeft aan de wetgeving waaronder die, dat effect valt. Dus bijvoorbeeld als je naar Schlumberger gaat, ja. Heeft hij een Eisen Code AN, Antilles Neerlandais. Ga je naar Transocean, ja. Heeft hij een Eisen Code die bekend met CH, der Schweiz, Zwitserland. Dus die Eisen Code vertelt onder welke wetgeving het valt. Het is een combinatie van wetgeving en fiscaal. Als Pfizer zijn zetel verplaatst naar Engeland, wordt zijn nieuwe Eisen Code GB, Great Britain. Dan valt hij onder Britse wetgeving. Dan zijn de aandeelhouders beschermd naar die wetgeving. Of als je naar Bermuda gaat, Cidril, BMG. BMG is de code van Bermuda. Allemaal zeer belangrijke dingen die je op de hoogte van moet zijn in deze moderne wereld van globalisatie. Want als jij het naast mijn bed beschouwt, kan je voor grote verrassingen terechtkomen. Want er is een hele psychologische benadering in finance en die zegt dat position is 90% of the law. Het is ook het situatie. Dat betekent als jij bijvoorbeeld, ik houd voor jou al 20 jaar dit glas water. Is het 90% van de wet. Dat betekent, voor 90% is het eigenlijk ja, mijn eigendom. Dat betekent dus als je dus je securities hebt staan in een land waarbij dat land is zo in de schulden. Want men wil 100, met FATCA wil Amerika 100 biljoen extra aan belasting binnenhalen. Ja, dat willen ze binnenhalen. 100 biljoen, miljard eigenlijk, in het Nederlands. En dat willen ze halen om hun, het land is gewoon diep in de schulden. De kern van deze FATCA-wet, meneer Pannevlek, hebben wij gelezen uit documentatie. De wet verplicht buitenlandse financiële instellingen om informatie over hun Amerikaanse klanten te delen. Verplicht. Verplicht om te delen met de Amerikaanse verplicht. Belastingdienst. Dat betekent als wij iemand hebben als klant. Dus die wet heeft niet alleen betrekking op banken, maar ook op... Nee, die wetgeving heeft betrekking op financiële instellingen, financiële adviseurs, ja? Makelaars, notarissen. Als een notaris hier in Suriname een grond verkoopt aan een Amerikaan, ja? Moet hij dat rapporteren. Na 1 juli te rapporteren aan de IRS. Aanstaande 1 juli aanstaande. Ja. Te rapporteren. Als je als een Surinaams bedrijf of als wij als PGM een Amerikaan in dienst hebben. Stel je voor, we hebben een Amerikaan in dienst en hij woont op Curaçao. Het gaat, dan zijn wij verplicht bij FATCA, ja. Om alles wat wij hem betalen te rapporteren aan de IRS. Dus, en dat wil je niet. Dus wat doe je? Je wil van die Amerikaan af. Dan zie je bijvoorbeeld een hele hoop Amerikanen zeggen hun paspoort in. Maar dat gaat verder. Er is een hele beroemde bank, mm-hmm. In Amerika, waarbij je dus eigenlijk, ze sturen geen post naar het buitenland. Dus je hebt een Amerikaanse postadres nodig. Als je een Amerikaanse postadres hebt, ja. En je bent buitenlander, val je onder FATCA. Dus iemand bijvoorbeeld in Suriname of op Curaçao met een rekening bij die bank, met een postadres in Amerika, kan een keer als hij reist naar Amerika, ja. Over een paar maanden goed in problemen komen dat hij belasting heeft ontdoken wat hij niet heeft gedaan. Ik heb deze mensen al lang verteld, zeg jouw rekening bij die bank, bij die banken op. Want jij wil niet in een scenario terechtkomen dat jij moet gaan bewijzen dat je niet fout bent geweest. Want je bent niet fout geweest, alleen omdat je een rekening daar wil hebben. En die bank stuurt geen statement naar het buitenland toe. Moet je een Amerikaanse per adres hebben. En dat per adres, ja. Of adres van een vriend in Amerika. Als je een kind hebt die in Amerika studeert. En jij boekt over regelmatig studiegelden naar dat kind. Valt je onder FATCA. Oh, zo. We hebben op onze blog. www.pgm-blog.com.
hebben wij een rapport van Deloitte geplaatst als link. De meest belangrijke vragen die je moet stellen, hoe aansprakelijk je bent aan FATCA. Dus jouw kind studeert in Amerika, meneer Van Eyck ondersteunt dat kind. Er is regelmatig overboeking naar Amerika. Is meneer Van Eyck FATCA-plichtig? Dat wordt het per 1 juli. Per 1 juli. Kunt u zich dan de inspanningen van Pfizer voorstellen om alles in het werk te stellen? Om niet alleen Pfizer, als je ziet het aantal mensen die dus massaal hun Amerikaanse paspoort opgeven. Een hele bekende die dat gedaan heeft is Tina Turner. Tina Turner is nu Zwitser. Die Zwitser is geworden. Is dat de oorzaak in de reden? Ja, dat is de oorzaak in de reden, want je woont in het buitenland. Je zegt, wait a minute, kijk, ik hou wel van mijn land, maar mijn land gaat te ver. Want nadat je dat alles hebt gedaan, stel je voor, je rapporteert, stel je voor, je bent mijn klant. Je onderhoudt je kind in Amerika en je hebt een rekening bij mij. Doordat jij besmet bent, ben ik besmet. Wil ik niet hebben als klant. Het is een hele leuke verhaal op internet van een man. Hij ging naar de tandarts. Ja. Echt verhaal. De lezer kan dat opzoeken. In Nederland, die ging naar de tandarts. En hij wou met de creditcard betalen. Hij swipte zijn creditcard. En hij kreeg error. Hij nam de factuur mee naar huis. Hij ging op online banking. Toen kreeg hij de boodschap, uw rekening is geblokkeerd. Hij belde de bank op, is dat een fout? De bank zegt, nee, u heeft een zoon op dat adres wonende die geboren is in Amerika. En daardoor dus bent u FATCA-plichtig op 1 juli. Wij willen uw rekening niet hebben. Bestaande zeg. En hij kreeg gewoon... Ja, wij nemen ze, sinds 2011 nemen we niemand die ruikt naar Amerika. Het wordt een spannende... Want ik wil niet in de situatie komen dat wij, want in de eerste plaats, dan moet je dan gaan, ja, we hebben secrecy naar onze wetgeving. Dat betekent, dan dwingt een Amerika mij naar mijn secrecy clausule te overtreden, omdat ik een Amerikaan heb, of iemand met green card, of iemand die geboren is, of iemand met een postadres in Amerika. Daar heb ik geen zin in. En al die banken hebben daar geen zin in. Oké. Wachten de ontwikkelingen af na 1 juli. Alvast bedankt, want het is een primeurtje voor ons dat we dat vanavond naar de kijkers toe kunnen brengen. Ja, dat is bijvoorbeeld dus ook een hele hoop als je van al die banken voldoen, die wat noemen naar Know Your Client, ken je klant, heb je een questionnaire. En is een hele pagina dat je moet aanvinken of je in Amerika bent geboren, of je Amerikaans paspoort hebt, of je Amerikaans green card hebt. Heb je een Amerikaans telefoonnummer, want dan wordt ook gezien dat je FATCA-plichtig bent. Heb je een Amerikaans adres, of ben je meer dan 180 dagen per jaar in Amerika. En al vink jij één van deze punten aan, krijg je geen rekening. Heb je alle rekening, lening, overeenkomst of whatever, wordt die gesloten. Want men wil niet aansprakelijk heet voor jou dragen na 1 juli 2014. Zo, spannend wordt het. Meneer Pannevlek, we gaan afsluiten. Het is wederom een uniek vraaggesprek. Maar we hopen dat wij op korte termijn, wanneer u weer op bezoek bent, meer van u kunnen vernemen. We sluiten af met het volgende. Het is u bekend, de expansiedrang van China. China, sommige mensen zeggen, is tweede grootmacht. Andere weer derde grootmacht. Als we Amerika, Europa, G20 landen nemen, dan volgt China. Het is een discussiepunt. Maar die expansiedrang als derde grootmacht blijkt volgens financiële analisten enorm te zijn. De huidige investeringen van China merkt u in de wereld. Hoe ervaart u die investeringen van China op dit moment? Wat betekent het voor die derde wereld? Er kan geen economische groei zijn zonder twee randvoorwaarden en daarna de derde. Economische groei is 100% gelineerd, gekoppeld met toename van energieverbruik. En China is niet self-sufficient aan olie, dus dat betekent China is dan geïnteresseerd om deals te sluiten in het buitenland met olie. Punt 2,
Economische ontwikkeling kan niet zonder koper. Daarom noemen ze ook koper de metal met de PhD degree in economics. Omdat alle investeringen die je wil gaan doen, heb je koper nodig. Ga je een gebouw bouwen in Paramaribo, is er al die koperen draden, al die airconditions, allemaal koper. Okay? Dat betekent China heeft net bijvoorbeeld in Peru een kopermijn gekocht en gesloten. Dat hebben we weer het nieuws gehoord. Ja. Gewoon gesloten, gewoon bewaard als spaarpot. Okay? En dan komt dan punt 3. Als je dan grote bevolking hebt, wat China heeft, dan is dat, er kan geen welvaart zijn zonder welzijn. Dus dat betekent de kwaliteit van het voedsel moet omhoog. Dus dat betekent dat je dus dan landen, deals gaat maken waarbij dus je voedsel garantie kan krijgen. Gevolg is als een groot deel van het voedsel naar China gaat, er minder overblijft voor de rest. Dus die voedselinflatie waar we over hebben, die gaat alleen maar erger worden. Dus dat is logisch. Het is gewoon logisch. Dat zou jij ook doen als jij China was. Maar die derde wereldlanden met een fragiele economie, die zijn toch bijzonder kwetsbaar natuurlijk. Als China komt te investeren. Het is niet. China is niet. Ik ben niet hier om China te verdedigen. China is niet uniek. Amerika heeft hetzelfde. Elke wereldmacht in wording moet ervoor zorgen om die drie dingen, de toevoer ervan, te garanderen. Energie, koper, voedsel en waterwegen. Dus je zult zien dat er vlootontwikkelingen zullen zijn op bepaalde strategische punten op aarde, willen ze er zijn. En China zal bereid zijn te herinvesteren in die landen of de winsten die ze maken te exporteren. Ja, en wat zullen die landen moeten doen om dat te voorkomen? Het hangt ervan af hoe je onderhandelt. Misschien weet je dat niet. Nederland wou dat kan je dan opzoeken, wou een belangrijke haven in China, een consulaat hebben. Mm. Wat zei China? Ik wil eentje hebben. Ook in Nederland. Op Curaçao. Waarom? Strategisch punt. Deel van Nederland. Strategisch punt. En als je ziet met welke delegatie dat wordt bezet. Maar het gaat erom, hoe onderhandelt jij dat als land? In ons geval is het, er is een soort win-win scenario. Er wordt niet zo gedaan. Er is die Chinese consul is nu op cursus Papiamento aan het leren. En met een hele zware delegatie komen ze, omdat dat is een strategisch punt. Dus want je gaat naast olie, koper en voedsel, gaat het om logistiek. Je wil op belangrijke logistieke punten, wil je kijkje hebben. Want jouw producten naar jou toe en jouw producten van je af gaan via deze strategische punten. Is Suriname een logistiek punt voor China, denkt u? Suriname is, de ligging van Suriname is, ja. Suriname geen logistiek punt. Geen. In onze regio hebben wij, kun je zeggen, drie logistieke punten. Je hebt Panama, je hebt Curaçao en je kan Trinidad beschouwen als logistiek. Hij zei het niet helemaal. Maar, en dus, dan heb je dan Zuid-Afrika, Kaapstad is logistiek punt. Dan heb je dus Singapore, Hongkong. Dat zijn de logistieke punten op aan Rotterdam, New York. Dat zijn dus die hele belangrijke punten. Als je ook in de historie ziet, werd er altijd om deze punten gevochten. Ze hebben altijd de kolonisator grote forten gebouwd. Ja. Om aanvoer, overslag van goederen te garanderen. Meneer Pannevlek, duidelijk ook. En dank voor deze informatie ook op dit gebied. Wij wensen u verder een goed verblijf in Suriname toe. Wij weten niet wanneer u vertrekt. Maar als het zover is, wensen wij u ook een goede reis. En hopen u heel gauw weer in ons programma te mogen uitnodigen. Nogmaals, dank voor uw medewerking. Dank je wel. Ja, dank je. Ja. En heeft u een boodschap naar de kijkers toe misschien? Ja, we hadden zitten brainstormen hoe wij meer interactief met de kijkers kunnen zijn. En dan hebben wij gedacht dat voor ons volgende programma, dat de kijker vraag naar Apinti to the Point toestuurt per e-mail. Die vragen te maken hebben met wereldeconomie,
niet lokaal politiek gericht, dan zullen wij van die vragen uitlichten. Oh, leuk, en in ons voorprogramma die we zullen hebben. En zullen we dan de naam van de luisteraar en de kijker bekendmaken en zijn vraag of zijn haar vraag publiekelijk beantwoorden. Het is gewoon mailen naar apinti@sr.net. To the point. Met de vraag en dan zullen wij dat uitkiezen. Wij vragen per keer. Oké. Geachte kijkers, u heeft het gehoord. Wij zijn ook daar gaan bereid met meneer Pannevlek uw vragen aan hem voor te leggen. Wij danken u, meneer Pannevlek, nogmaals en wensen u een goede reis toe. Dank je. En zeggen tot ziens. Dank je. In Suriname. Uw kijkers thuis, wij wensen u ook een genoeglijke kijkavond verder en zeggen graag tot de volgende To The Point uitzending op woensdag aanstaande. Graag tot dan. Fijne avond verder. Dank u.